Ja, Anthony, de zoveelste wedstrijd in een korte periode. De trainer gaf pas geleden aan 8 wedstrijden in 23 dagen. Yes. Vandaag tegen Barendrecht 0-0. Toch wil ik je feliciteren. Ja. En wel met je verjaardag. Ja, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Dus ik had gewoon de 3 puntjes als cadeautje. Maar uiteindelijk als je naar de wedstrijd kijkt is een puntje, ja, denk ik wel terecht. Eerst even over de eerste helft. Was erg rommelig van beide kanten, vond ik zelf. Ja, ja, wij konden ons spel denk ik niet helemaal maken. Dat was ook wel een beetje de verdienste van hun. Zij zetten het hoog vast, waardoor wij gewoon heel veel moeite hadden om daar onderuit te voetballen. Dat ging tweede helft beter, maar ik ben wel met je eens inderdaad dat de eerste helft misschien wat rommelig was. Toch creëren we 1 kansje met Hielke. Ja, was geen kansje. Ja, was een kans. Prima. Maar ja, dat, die heeft ze ook wel eens wel gemaakt. Dus, maar ja, het is even niet anders. Ja, en dan noem je het ook. Dat is eigenlijk ook de enige kans geweest. Ja, er waren een paar kopballen. Eentje over het doel door Barendrecht. Jullie een paar keer. Maar voor de rest geen uitgespeelde kansen de eerste helft. Voor Barendrecht of voor ons? Voor beide niet. Voor beide niet. Nee, nou ja, Barendrecht misschien 2 keer een kopballetje. Eerste helft volgens mij, ja, of dat was ook tweede helft. Nee, en wij hebben niet veel gecreëerd. En daarom vind ik 0-0 ook een terechte stand. Ja. Tweede helft kom je toch, net zoals andere wedstrijden, weer anders uit de kleedkamer. Ja, ja, ik weet niet wat dat is. Of we dan nog eventjes ietsjes meer op scherp worden gesteld. Of, ja, ik heb geen idee, maar nou, gelukkig. Want Barendrecht gaf ook op een gegeven moment even gas bij. Toen waren zij veel in balbezit. Ja, en gelukkig bleven we wel scherp met de voorhoede, middenveld en achterhoede. Ja, in de tweede helft liet je ook zien dat je een keeper bent, want je hebt een aantal reddingen moeten verrichten. Ja, dat klopt. Eén schot van de zijkant en ja, een terugspeelbal. Ja, van Lars. Ja. Het was, was eigenlijk een grote kans voor hun. Ja, dat klopt. Nee, het was afgesproken, dus nee, dolle. Maar nee, dat klopt. Ja, inderdaad een paar reddingen. Gelukkig dat ik weer eens belangrijk kan zijn. Want ja, de laatste weekjes was het voornamelijk aanvallen en ja, weinig eigenlijk wat er achterin gebeurde. Ja, 83e minuut was een schot voor hun, een hele goede redding voor jou. En daarna was het een beetje afgelopen bij hun. Wij begonnen te drukken, we hadden steeds meer balbezit en toen dacht ik van nou, de 1-0 kan er nog wel eens even in zitten. Dat gevoel had ik ook inderdaad. Ja, wij bleven maar pressen inderdaad. En hè, met Simon daarachter, lopende mensen. Nou, Sander die viel echt lekker in, die pakt het echt goed op. Maar ja, helaas kunnen we niks echt concreet creëren. En Lars een paar keer eroverheen? Ja, Lars, ja, die speelde een goede wedstrijd inderdaad. Absoluut. Die ging er een paar keer goed overheen. Ja, helaas misschien wat ongelukkig daar. Ook met de verdedigers van Barendrecht die dat goed doen. Maar je speelde een goede wedstrijd, ja. Ja, al met al een 0-0 eindstand. Ja, ben je er blij mee? Dat mag ik niet vragen. Maar vind je het terechte uitslag? Ja, nou, dat heb ik net ook al inderdaad aangegeven. Ik vind het een terechte uitslag. En weet je, all to play voor. Zo nu nog. Dus we kunnen Barendrecht nog steeds op 4 punten zetten. We hebben nog een wedstrijd minder. Dus daar moeten we gewoon voor gaan en gewoon kopje erbij houden. En weer de nul houden? Weer de nul houden, ja. Ik heb een afspraak met mezelf dat ik evenveel tegendoelpunten zou krijgen als wedstrijden. Dus deze dragen er wel mooi aan bij. Ja, dat is een goede generale van aanstaande zaterdag. Weer een topper tegen Lisse uit. Ja, ja, dat klopt. Wordt ook weer een zware pot. Eindelijk een keer lekker op gras. Vinden we ook wel een keer lekker om te spelen natuurlijk. Dat is misschien in hun voordeel. Alleen, ja, mooie wedstrijd denk ik weer. Wanneer ga je verjaardag vieren? Niet. Ja, morgen. Morgenavond nog. Komt nog even wat visite. Ah, ik kan nog een paar biertjes drinken, of niet? Ja, we spelen zoveel wedstrijden. Dat kan niet, hè? Oh, dat kan niet. Nou, gaan we lekker aan de Fanta dan. Bedankt voor het interview. Yes. En nog een fijne verjaardag morgen. Jullie bedankt. Top, dankjewel.